Welkom op deze prachtige dag. Vandaag komen bijzondere momenten uit de geschiedenis van Alkmaar bij elkaar. Verhalen van lang geleden die nog steeds van betekenis zijn voor ons vandaag. En hoe mooi is het dat het altaarstuk, dat een aantal van die verhalen heeft gezien, zal bijna zeggen, dat dat vandaag ook hier aanwezig is. Het start in 1429, in de voorloper van deze kerk, als het bloedwonder of mirakel van Alkmaar, het feest dat we vandaag mogen vieren, plaatsvindt. Van heinde en verre komen in de jaren daarna bedevaartsgangers naar Alkmaar vanwege het reliek. Het reliek dat straks in de processie zal worden binnengedragen. En voor degenen die het niet weten, het reliek is een heel klein stukje stof. En de engel, die goed zichtbaar is, die draagt het. Monsieur Hendrik zal in zijn preek nader ingaan op het mirakel. Toen de grote of Sint-Laurenskerk 500 jaar geleden in gebruik werd genomen, kreeg het reliek daar weer een prominente plaats. En jaarlijks werd het feest van het bloedwonder of mirakel van Alkmaar gevierd. Dit bleef zo, tot er ongeveer 50 jaar later een hardhandig einde aan werd gemaakt. Onder invloed van de reformatie en ontwikkelingen die leidden tot Alkmaars ontzet in 1573... werd de katholieke gemeenschap verdreven uit deze kerk. Mensen namen hun toevlucht in de schuilkerken in deze stad en namen het meest dierbare, het reliek, met zich mee en bewaarden het eeuwenlang. De katholieken bleven tot 1848 de Eucharistie vieren in hun schuilkerken. In dat jaar werd de wet op de godsdienstvrijheid van kracht. Ze bouwden hier in de stad als eerste de Sint-Laurentiuskerk. En daar kreeg het reliek weer zijn thuis. Ieder jaar zingen de Alkmaarders tijdens de receptie op 7 oktober... ter ere van Alkmaars ontzet het Alkmaars stedenlied in deze kerk. En ik ben daar van harte altijd bij. Daarin worden de gebeurtenissen van Alkmaars ontzet geroemd. Er is echter ook een andere kant van de medaille. Maar inmiddels zijn we in Alkmaar zover dat we gebeurtenissen zonder wrok achter ons hebben kunnen laten. Daar mogen we dankbaar voor zijn. De inzet van vele generaties Alkmaarders hebben ons zover gebracht. Kerk en bloedwonder horen onlosmakelijk bij elkaar en maken deel uit van de historie van deze stad. Een historie waar we in deze tijd veel van kunnen leren. Het vertelt ons dat geweld en haat uiteindelijk kan worden omgevormd tot vrede en vrijheid. Vandaag gaan we 500 jaar terug in de tijd en wordt de grote of Sint-Laurenskerk nog één keer het decor van een viering zoals ook in de late middeleeuwen is gevierd. Naast de muziek van die tijd horen we muziek van Mozart. En woorden die hier 500 jaar geleden dagelijks klonken, zullen klinken alsof de tijd heeft stilgestaan. En het reliek neemt haar plaats weer in. Laat u meenemen in wat u ziet en hoort en geniet van de schoonheid, van de muziek, de rituelen en de woorden. Er zijn hier velen die gewend zijn aan de manier waarop katholieken vieren. Maar voor alle die de gebruiken niet kennen, zijn in het boekje aanwijzingen genoteerd. Ik vraag u uw mobiel op stil te zetten en ook zelf even stil te worden. Het reliek wordt binnengedragen en u hoort de bel als teken dat de processie start. En we vragen u dan te gaan staan en indien mogelijk te blijven staan tot na de verwelkoming door de priester. Ik wens u allen een inspirerende en ontroerende viering.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Gaat u zitten, beste mensen. Van harte welkom, beste mensen, broeders en zusters, in deze unieke viering. Het is eigenlijk een uniek moment dat wij als katholieken ook de gelegenheid hebben en krijgen om nu hier deze viering te houden. Ter ere van het mirakel van Alkmaar voor de eerste tijd sedert de reformatie, dat we hier een katholieke viering kunnen houden. Het is uniek. En ik ben daar heel dankbaar voor al degenen die dat mogelijk gemaakt hebben. We weten het allemaal, het was honderden jaren onmogelijk. In de reformatie hebben de geuzen onder de bezielende leiding van de heer Sonnoy de pastoor en de kapelaan van deze kerk opgehangen op de stenen brug en het interieur enigszins aangepast, zullen we maar zeggen. Maar de oude wonden zijn allemaal geheeld. We zijn weer broeders en zusters van elkaar. We trekken samen op in alles waarin we één zijn. En dat zijn heel veel wezenlijke dingen. We geloven in God. Hij bestaat. Hij is liefde. Hij is mens geworden. En waar we nog niet eens zijn, daar respecteren we elkaar. Het zou mooi zijn als deze kerk ooit weer, als ik dat zo zie, u allemaal hier, ooit weer een kerk zou zijn waar katholieken en protestanten ieder hun eigen kerkruimtes zouden hebben. Maar wie weet, is dat ooit als oud-Alkmaarder, vind ik het een prachtig gebeuren dat we hier samen met elkaar zijn. De hulpbisschop en ik kwamen terug uit gisteravond laat uit Assisi, waar we een bisdom bedevaart hadden. En ik denk dat Franciscus een heilige is die prachtig past bij onze tijd. Een zeer actuele heilige. U weet het, in zijn tijd, 12e, 13e eeuw, was de kerk vervallen door lauwheid, onverschilligheid, wereldse gezindheid. En Franciscus, die moest het leven er weer inbrengen met zijn radicaliteit, zijn enthousiasme en zijn vuur. En dat hebben we ook nodig in onze tijd. Mensen die bezield door de kracht van de geest, die blijde boodschap weer brengen aan de mensen van onze tijd. Dat God bestaat, dat hij liefde is, dat hij niet wil dat één mens verloren gaat en wacht tot iedereen naar hem terugkeert. En dat soms onderstreept met mirakels, zoals dat mirakel van Alkmaar. En de hulpbisschop zal straks in de preek daar iets over vertellen. Ik wens u allemaal een hele mooie, gezegende viering en dag toe. Ik ben blij dat ook de hulpbisschop, de deken, de abt van Egmond bij ons aanwezig zijn voor dit bijzonder moment. En om dat goed te doen, om ons hart open te stellen voor de Heer, om hem te eren, beleiden wij dat we in veel dingen nog altijd tekortschieten. We beleiden het tegenover God en tegenover elkaar. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig leven.
Laat ons bidden. Almachtige God. Almachtige God, geef dat wij deze blijde dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren, om in alles wat wij doen te getuigen van hetgeen wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de Handelingen der Apostelen. Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: sta op, ik ben ook maar een mens. Petrus nam het woord en sprak: nu besef ik pas goed dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat er uit welk volk ook ieder die hem vreest en het goede doet, hem welgevallig is. Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de Heilige Geest was uitgestort. Want zij hoorden hun talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden, die juist als wij de Heilige Geest ontvangen hebben? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. Woord van de Heer.
uit de brief van de heilige apostel, uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons lief gehad. En Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven. Dit is het woord van de Heer. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Als ge mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u mogen zijn en uw vreugde volkomen mogen worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad.
Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voor te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Zo spreekt de Heer. De bouw van deze grote kerk van Alkmaar, toen toegewijd aan de heilige Laurentius, werd 500 jaar geleden voltooid. Dat is het wat we dit jaar vieren. Hier werd ook het heilig bloedwonder vereerd, want op dezezelfde plaats stond de kerk waar in 1429... die bijzondere gebeurtenis plaatsvond. Volkert marste bij zijn eerste mis, bij het communiceren, een paar druppels van het heilig bloed op het kazuifel, het kleed van de priester. De witte miswijn kleurde rood. Het heilig bloedwonder van Alkmaar was geboren. Een verschijning van een engel met de stof van dit kazuifel in zijn handen aan een schipper in een storm op zee die in nood verkeerde, gaf daarna een belangrijke impuls aan de devotie. Uit het jaar daarna, na dat wonderbaarlijk gebeuren, zijn al bedevaarten gedocumenteerd, waaronder als een van de eerste de adellijke abdis Mechtelt van der Does, die uit Leeuwenhorst bij Noordwijkerhout kwam om hier bij het heilig bloedwonder te danken voor haar genezing. Dit is dus een bijzondere plaats. En we zijn daarom blij dat we hier vandaag kunnen zijn. Want er zijn inderdaad bijzondere redenen waarom we in dit voormalige kerkgebouw, dat ooit een katholieke kerk was, toch deze mooie hoogmis kunnen vieren. We hebben er nu misschien niet meer zo'n voorstelling van hoe de kerk er voor de hervorming moet hebben uitgezien, met heilige beelden en altaren overal in het rond en natuurlijk met dat prachtige altaarstuk van Maarten van Heemskerk, nu weer gedeeltelijk even terug hier. En hoeveel processies zullen er in die jaren zijn uitgegaan uit deze kerk, met alle mooie gewaden van de priesters en misdienaren, met de kloosterlingen van allerlei soort in hun habijten, moet dat een mooie en bijzonder kleurrijke belevenis zijn geweest. Maar in weinige jaren draaide de situatie helemaal om. De katholieken die hier luisterrijk hun liturgie hadden gevierd, behoorden voortaan tot een niet toegestane godsdienst, die geleidelijk aan in allerlei huizen in het geheim weer plaatsen ging creëren waar deze oud-gelovigen of aanhangers van het oude geloof, zoals de katholieken wel werden genoemd, samen konden komen om toch de heilige mis te vieren. De samenleving was in godsdienstig opzicht in korte tijd heel erg veranderd. In de stilte en de verborgenheid zijn de katholieken eeuwen doorgegaan. Maar in de 19e eeuw kwamen zij uit hun schuilplaatsen vandaan
En heel veel mensen sloten zich toen weer aan en het katholieke volksdeel groeide tot zo'n 40% van de Nederlandse bevolking. Nooit eerder in de geschiedenis van ons land werden er zoveel prachtige grote kerken gebouwd als in de anderhalve eeuw die toen kwam. Ook kwamen er allerlei kloosters weer terug, van zusters, praters en broeders. In deze stad alleen al zeker een stuk of 5. En voor ieder aspect van het leven was er wel weer een eigen katholieke organisatie, compleet met geestelijk adviseur. En nu zijn we weer in een heel andere tijd. Geloof en kerk hebben de wind niet zo mee. Het is niet hip of cool meer om te geloven en Rooms-Katholiek te zijn. Je bent niet extra stoer als je erbij bent. En je maakt ook niet beter carrière. Je hoeft echt niet katholiek te zijn om er in het leven een beetje bij te horen. Het gaat dus nu steeds minder om het instituut, niet meer om een machtsblok of een organisatie. Maar die kerk is ook niet zomaar een club waar je zondagochtend na de mis zo fijn koffie kunt drinken. Die koffie drinken we omdat we gemeenschap zijn. Gemeenschap van Jezus Christus. Omdat we elkaar willen steunen en sterken op de weg van de navolging van Jezus Christus. Want het moet nu om de inhoud gaan. Om het geloof. Om de hoop. En de liefde. En de liefde is daarvan de kern. Blijft in mijn liefde, zegt Jezus in het evangelie van vandaag. En dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Dat is een liefde niet zozeer van het fijne gevoel, dat er morgen misschien niet meer is, maar een liefde die iets over heeft voor een ander. Die er voor God en voor de medemens is. Want wat ons samenbindt in de katholieke gemeenschap, dat is de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Toen Volkert zijn eerste mis in Alkmaar deed, had hij al een leven achter de rug. Niet alles even fraai. Hij was rijk van huis uit, hield van stappen, was soms wat agressief. Hij had gevochten in de hoek zijn kabeljauwse twisten en daarbij enkele burgers van Horen gedood. Maar hij had dat boek zomaar gesloten, zonder de bisschop iets te vertellen. Hij had zich laten wijden, maar toen werd hij toch wat nerveus. Nu was hij priester, maar met een verleden. Eigenlijk niet waardig. Zo stond hij daar, trillend en bevend en morste wat bloed. Deze geschiedenis is nog steeds inspirerend. Die laat zien dat iemand als Volkert best wel erg op kon gaan in wat stoer is en prettig, wat anderen imponeert. Maar dat er dan toch een moment kan komen dat de genade van God, de kracht van zijn geest, het hart van iemand kan raken, waardoor die persoon voor de inhoud gaat. Voor het geloof en de liefde, de relatie met God. En vandaag op deze dag, nu we 500 jaar geschiedenis overzien, mogen en willen we bidden dat Gods geest ook nu de harten zal raken en daar het vuur van geloof en van liefde zal ontsteken. Opdat alle mensen bewaard zullen worden voor rampen en onheil en in Gods liefde zullen blijven. Mogen Maria, die de moeder is van alle mensen, daarbij onze voorspreekster zijn. Amen.
We staan nu om samen ons geloof, ons prachtige geloof, te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. En laten we dan nu met groot vertrouwen al onze gebeden, noden, de intenties van ons hart voorleggen aan God, onze barmhartige Vader. Christus vraagt ons niet alleen te houden van onze vrienden, maar ook van onze vijanden. En geweld niet met geweld te beantwoorden, maar met zachtheid. Franciscus, onze paus, is een toonbeeld van deze naaste liefde. En hij spreekt zich uit daar waar liefde in gevaar is. Laten we bidden dat alle bisschoppen, priesters en religieuzen over de hele wereld, ook op de meest gewelddadige plaatsen, de kracht vinden om in zijn voetstappen te treden en hierin trouw te blijven aan hun roeping. Laten we bidden dat zij de mensen die zij tegenkomen op hun weg door hun handelen kunnen inspireren en motiveren om de kant te kiezen van de liefde die wij God noemen. Laat ons bidden. En geweld maken al eeuwen deel uit van de geschiedenis. Er worden mensen onderdrukt, vermoord en monddood gemaakt. Sommigen doen dat zelfs in uw naam. Pijn om het onrecht dat is aangedaan blijft achter en maakt dat mensen elkaar haten. Help ons mensen deze haat los te laten. Geef ons de kracht onze boosheid om te zetten naar vergeving. Help ons steeds naar de liefde te zoeken en daarin u te vinden. Laat ons zingend bidden. In onze stad en regio mogen we leven in vrede en vrijheid. Deze is kwetsbaar en wordt bedreigd door polarisatie en volksmennerij. Help ons niet in deze val te trappen en gastvrij en vol vertrouwen met alles dat ons vreemd is om te gaan. Help ons de vrede en vrijheid steeds te beschermen, zodat ook onze kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen zoals wij dat mochten doen. Help ons steeds naar de liefde te zoeken en u daarin te vinden. Laat ons zingend bidden.
In ons leven komen we situaties tegen waarin wij voor keuzes komen te staan. Soms kiezen wij de kant van het kwaad. We worden boos, liegen of bedriegen of spreken kwaad. Help ons onszelf onder ogen te komen en te durven toegeven wanneer we fout zitten. Help ons om vergeving te vragen en vergeving te schenken als ons daarom wordt gevraagd. Help ons steeds naar de liefde te zoeken en u daarin te vinden. Laat ons zingend bidden. In zieken en verpleeghuizen, maar zeker ook in hun eigen woning, leven mensen voor wie het leven zwaar is en eenzaam. Zij lijden lichamelijk en of geestelijk. Laten we voor hen bidden dat zij zich gedragen weten in hun lijden en dat ze in de liefdevolle handen die hen verzorgen uw liefde mogen ervaren. Laten we ook bidden voor alle overledenen, dat zij ontvangen zijn in uw handen en voor eeuwen mogen leven in uw vrede. Laten we ook bidden voor de mensen van Limmen. Zij zagen hun geliefde Corneliuskerk verwoest worden door brand. Laten we bidden dat zij zich niet ontheemd zullen voelen en de kracht mogen krijgen om te bouwen aan een nieuw thuis. En in stilte sluiten we onze eigen gebedsintenties hierbij aan. God wil al deze gebeden verhoren, wil vandaag op deze bijzondere dag uw genade, uw liefde, uw vrede over ons uitstorten. Zegen alle mensen die hier zijn, alle mensen die ons dierbaar zijn. En breng hen dicht bij u, die de liefde zijt. Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu over naar de bereiding van de gaven. Uw collecte zal worden... De mensen komen daar langs voor de collecte, om uw gaven daar in te zamelen. Iemand zei net, misschien is het een idee, de omgekeerde beeldenstorm. Om deze kerk weer te vullen en hier weer katholiek, op een katholieke manier te gaan vieren. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we dat niet kunnen betalen. Maar we willen wel heel graag houden wat we nu hebben. En we zijn ook heel erg blij dat we vandaag met elkaar mogen vieren. We hopen dat u ruimhartig wil geven, dat wij wat we hebben door kunnen geven en in ieder geval de kosten kunnen dekken van vandaag. Dank u wel. Thank you.
bid nu, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Laat ons bidden. Heer, laat onze gebeden en gaven tot u komen. Maak ons in uw goedheid vrij van zonde, om beter te beantwoorden aan dit sacrament van uw grote liefde. Door Christus, onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis heeft hij de oude offers tot voltooiing gebracht. Hij heeft zichzelf aan u gegeven ter wille van ons heil, priester, altaar en offerlam tegelijk. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde.
Wij bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem, die is uw Zoon en onze Heer, dat ge wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier, die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk, die gij geroepen hebt en uitverkoren, overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Franciscus. Dat vraag ook ik u, uw waardige dienaar, in eenheid met mijn hulpbisschop Johannes. Verenigd ook met alle die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof. Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen, van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig. Gij eeuwige en waarachtige levende God. Zo bidden wij met Maria, altijd maagd, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes, met Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysoconus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Om hun wil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht. Waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst. We zijn met alle die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld door Christus, onze Heer. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen heeft opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei, neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenken wij, Heer,
het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, hij is opgestegen naar de hemel, tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals geen genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is. Het heilige offer ook van brood en wijn, dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof, dat zij en allen die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van al uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk. Door Christus onze Heer, in hem hebt gij al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we nu samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus zelf ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Wenst elkaar de vrede.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons tot eeuwig leven. Dierbare gelovigen, is het moment aangebroken om de communie te ontvangen. Ik weet dat er mensen zijn ook van de andere gezinten, zoals de protestanten en anderen. We zijn zeer blij, wij verheugen ons eigenlijk dat wij vandaag zo mogen vieren. Maar ik vraag u wel de orde van de katholieke kerk hierbij of hierin te respecteren. Straks, als u het wil, mag u wel naar voren komen met uw handen zo gekruist en dan mag u van de priester die de communie uitdeelt een zegen ontvangen. Het is een beetje moeilijk in deze kerk, maar ja, het zal wel lukken. Er zullen een paar priesters aan die kant staan, ook hier. Dus de mensen die aan de zijkant zitten, die kunnen bij die priesters de communie gaan. In het midden is het pad een beetje smal. Tot bij de preekstoel kan u dus niet zo omlopen, maar de mensen die hier in de voorste bank zitten, kunnen dat wel doen. Dus die kunnen gewoon zo naar voren komen en de zijkanten terug. De anderen, helemaal achterin, zullen weer ook enkele priesters staan. Dus de mensen die helemaal achterin de kerk zitten, die kunnen dan bij die priesters de communie. Ik zelf zal ongeveer hier in het midden gaan staan en uitnodigen welke kant eerst naar voren kan komen. Dank u.
Laat ons tot slot bidden. Almachtige, eeuwige God, door de verrijzenis van Christus hebt Gij ons het eeuwig leven teruggeschonken. Laat het paasmysterie overvloedig vrucht in ons dragen en vervul ons met de kracht van dit heilzaam voedsel door Christus onze Heer. Zoals gewoonlijk volgen er ook vandaag nog een paar mededelingen. Allereerst, mocht u nog interesse hebben om meer te weten over het mirakel van Alkmaar en ook over de martelaren van Alkmaar, dan is er strakjes na afloop tegen geringe vergoeding een klein boekje te koop in een zijkapel aan die kant. Daar ligt ook informatie over de bedevaart van het bisdom in september naar Lourdes. Was het toch? Ja. Ja, naar Lourdes. Ik was het even kwijt, sorry. Mocht u interesse hebben. Veel eerder, namelijk aanstaande maandagavond, is er in de Sint-Laurentiuskerk aan het Verdronken Oord een orgelconcert, waarbij twee organisten tegelijkertijd ook gaan spelen. Te weten Una Sintina en Erik-Jan Erades. En ook dan zal er onder andere muziek van Mozart te horen zijn. Uiteraard hebben we strakjes koffie en thee of een glaasje water met iets lekkers voor u beschikbaar. En we hopen dan ook dat u naar goede gewoonte gemeenschap viert, ook op een aardse manier bij de koffie of de thee. Wilt u zich inzetten om het mooie dat de schoonheid dat de kerk in zich draagt, ook hier in Alkmaar, door te geven, dan kunt u zich ten alle tijde ook als vrijwilliger melden. We hebben zeker bij de Sint-Laurentiuskerk, die we graag willen openstellen, alle dagen van de week, voor iedereen die even stilte zoekt, nog van harte mensen nodig. Straks bij het slotlied gaan we staan en zal het reliek weer in processie weg worden gedragen. En we vragen u om te blijven staan, rustig te blijven staan, totdat de bel geklonken heeft als teken dat deze mis is afgelopen. Dankjewel, Lisbeth. Ik dank aan het einde van deze viering, beste mensen, van harte het koor, dirigent, organist, solisten, voor de prachtige opluistering. Alle assistenten, ook dat ze hier waren. Oh, ik zeg het misschien in de plaats van de pastoor, die had het willen zeggen, maar het is al gebeurd, dus oké. Het is maar dat het geklonken heeft. Dank ook dat u allemaal hier was voor deze bijzondere bijeenkomst. En ik bid dat er zegen van mag uitgaan. Zegen over u allemaal, over uw dierbare zegen ook, over deze stad die ook mij zo dierbaar is. Met die zegen willen wij deze mooie viering besluiten. De Heer zij met u. De naam des Heren zij gezegend. Onze hulp is in de naam des Heren. Zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaan we heen in vrede.